mijn eerste bekommernis was van, ik wil een beetje een ander soort hoofdpersonage. Ik wil een leuke vrouw, niet zo'n oude verzopen vent. Lize Meerhout is het hoofdpersonage, de commissaris in Zwerfvuil. In het zesde boek maken we haar dus mee als worstelt met haar eigen leven, met trauma's die ze heeft opgelopen. Ook een beetje worstelt met haar nieuwe stad, waar ze echt wel van houdt, maar die ze moet leren kennen. En dat ze natuurlijk worstelt met een hele vreemde zaak die ze meteen voorgeschoteld krijgt en die ze moet proberen tot een goed einde te brengen. Er wordt een zwerver vermoord, maar die man die blijkt om allerlei dingen toch geen echte zwerver te zijn. Daar blijkt toch echt wel iets mee aan de hand. Dat is niet je typische zwerver, dat is niet het soort verlopen, verzopen clochard die daar in het lijkenhuisje ligt. Dat is zeker niet een hele goede flik, een goede commissaris. Wat haar heel goed maakt is dat ze ongelooflijk koppig is. Dat ze desnoods door muren gaat om haar gelijk te krijgen. Dat ze een enorm rechtvaardigheidsgevoel heeft. Dat het echt een vrouw is die gewoon niet tegen onrecht kan. Ze kan fundamenteel niet tegen onrecht. Ik vind het een topwijf, Lize Meerhout. Dus ik hoop gewoon dat heel veel mensen haar ook een topwijf vinden en haar leren kennen en haar verhalen beginnen lezen.